Verkoopvolumes van banken en wisselkantoren. De vraag naar de visum blijft toenemen. Die van de oliemaatschappijen is zelfs verdrievoudigd. Nota Financiën, de vraag naar vreemde valuta blijft toenemen. Een belangrijk vereiste voor een stabiele koers is vertrouwen. In samenhang hiermee moet natuurlijk ook prudent fiscaal en verkrappend monetair beleid worden gevoerd. Op dit moment speelt vertrouwensverlies een rol. Dit leidt tot oneigenlijke vraag naar vreemde valuta, onzekerheid op de valutamarkt en instabiele en stijgende wisselkoersen. Het is op dit moment nog een uitdaging om de oneigenlijke vraag naar vreemde valuta zuiver te kwantificeren. Dit heeft minister Stanley Rahoubars ING van Financiën en Planning vastgelegd in een nota aan de Nationale Assemblée. Uit het verkoopvolume van vreemde valuta blijkt dat de vraag in drie maanden van 2023 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar vrijwel is verdubbeld. Bij de oliemaatschappijen is de vraag zelfs verdrievoudigd. De grote vraag van andere importeurs naar vreemde valuta blijft aanhouden en overtreft de vraag van de oliemaatschappijen. Blijkt uit de nota die is opgemaakt op basis van de debatten in de Nationale Assemblée over Beteugelen van de wisselkoers. De bewindsman merkt op dat het herstel van het vertrouwen niet direct gebeurt. Van het ene op het andere moment. Er moeten maatregelen getroffen worden die uiteindelijk zullen leiden tot rust op de valutamarkt en langzaam herstel van het vertrouwen. De centrale bank van Suriname. CBVS heeft haar monetair beleid recent verkrapt. Per 5 april is het SRD-kasreservepercentage verhoogd met 5 procentpunt van 39% naar 44%. Met deze maatregel is ruim SRD 700 miljoen aan liquiditeiten in de economie gebonden. Die de banken rentloos moeten aanhouden bij de CBVS. De directe aanleiding voor de aanscherping van kasreserve is de meer dan normale groei van de verstrekte kredieten bij de banken. In 2022 hebben de banken in de SRD-sfeer ruim SRD 2,7 miljard aan nieuwe kredieten verstrekt aan bedrijven en gezinnen. Dit is een toename van 44% ten opzichte van 2021. Het gros van de kredieten heeft een niet productief karakter. De verhoogde kasreserveplicht betekent dat banken minder aan kredieten kunnen verstrekken. Hierdoor wordt tevens de vraag in de economie aanzienlijk beperkt, waarmee ook de druk op de wisselkoers wordt verminderd. Stelt de minister.